Lieve leerlingen, we zijn ontzettend trots op jullie. Van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw diploma. We wensen jullie een hele mooie toekomst. Goedenavond, hartelijk welkom bij de open avond, bij de live tour van het Minkema College. We hebben er heel veel zin in, het is echt live en het was buiten best wel heel erg koud. Maar ik sta hier om de school te laten zien, samen met mijn co-host van vanavond. Mijn naam is Arjan van der Wart en nou, jij bent... Mijn naam is Nout de Jager, ik volg hier de opleiding MAVO-HAVO en ik woon in Vleuten. Ja, en ik ben directeur onderwijs van het Minkema College. En ja, we hebben heel veel zin om jullie onze school te laten zien, want dat is wat we vooral willen laten doen. Jullie onze school laten zien. Jullie zijn namelijk vast al een keertje geweest, bijvoorbeeld bij de kijkavond in het najaar of misschien wel bij de open lesmiddag. En dit is eigenlijk gewoon om te laten zien wat wij hier allemaal doen met elkaar. En we lopen nu langzaam naar ons open leercentrum. Kom maar mee, we hebben er heel veel zin in. En dan schakelen we ook meteen eventjes over van microfoon. Dus die geven wij hier af. En dit is ons OLC. Hartelijk welkom. En vanuit deze plek gaan wij jullie onze school laten zien. Nou, daar hebben wij best wel heel veel zin in. Ja. Laurent, kun jij vertellen wat het OLC is terwijl we zo naar onze plekjes lopen? Nou, het OLC is het open leercentrum waar leerlingen kunnen chillen in principe en een boek kunnen lezen. En jullie hebben thuis allemaal een tourpakket gekregen. Ja. Kun jij ook iets over vertellen? Ja, in het tourpakket kun je meedoen. Met een soort quiz straks en kan je nog wat extra informatie lezen. Precies. En we gaan natuurlijk ook heel veel dingen laten zien. En dat doen wij door te schakelen naar allerlei lokalen waar collega's zitten, docenten zitten, waar leerlingen zitten die dingen laten zien. En we starten zometeen bij onze chatroom, want jullie kunnen vandaag ook live jullie vragen stellen. Ja, dat zijn de razende reporters. Dat zijn mevrouw Elias en Julia. Waar zijn jullie? Ja, wij zijn eigenlijk benieuwd. Mevrouw Elias, bent u daar? Nou, we krijgen nog even geen verbinding met mevrouw Elias. Dat maakt op zich niet uit. Ik kan ondertussen natuurlijk wel iets vertellen over onze school, wat we doen. En vooral ook misschien hoe we met elkaar omgaan. Want wij vinden het heel belangrijk dat we op een prettige manier met elkaar omgaan. Gewoon op de manier zoals we, ja, wat zeggen we tegen elkaar? Hoe gaan we met elkaar om? Dat gaat hier ook bij de regie van alles gebeuren. Dat is het leuke aan live. Dan kan er ook wel eens wat misgaan. Ja, excuus daarvoor natuurlijk en een beetje begrip. En ik zie dat we ook nu verbinding hebben met de chatroom. Daar zijn ze, Julia en mevrouw Elias. Goedenavond allemaal. Nou, de techniek laat ons nu al een beetje, we moeten een beetje wennen, maar dat zal de hele avond waarschijnlijk zo zijn. Welkom, ik ben mevrouw Elias, Margriet Elias. Ik ben docent Engels, mentor en minder relevant, maar voor mij wel belangrijk. Ik ben ook moeder en ik had beloofd even te zwaaien. Dus bij deze, naar mijn drie kleine kindjes, wel te rusten zo. Ik ga jullie vandaag door de school meenemen en dat doe ik samen met deze lieve dame. Die stelt zich even voor. Hoi, ik ben Julia en ik volg MAVO-HAVO opleiding en ik zit in het tweede leerjaar. En ja, ik vind het heel leuk om dit te doen en dat ik gewoon Stijn-student ben. Nou, wij zijn heel trots allebei op Stijn en we hopen vooral dat gevoel vanavond aan jullie over te brengen. Jullie zien hier achter mij van alles aan de hand. We zijn in de chatroom, hier kun je vanavond vragen stellen. Ik wil wel gelijk even erbij zeggen, er wordt heel enthousiast gechat in de chatroom. Het is wel de bedoeling voor vragen, want anders kunnen we het niet bijhouden. Ze zijn namelijk snel, maar niet zo snel. Dus bij deze, als het kan, vanaf nu graag vragen stellen. Ik zit hier met meneer Immerzeel, Rob Immerzeel. En wat voor soort vragen kunnen ze stellen, meneer Immerzeel? Ja, goedenavond. Stel vragen over aanmelding, plaatsing, fietsen, de lessen, de lestijden. Daar kun je allemaal vragen over stellen. Wij geven snel antwoord. Heb je een hele persoonlijke vraag, log dan in op de website via de meets die we hebben volgende week. Want we hebben drie soorten meets en met totaal zijn er 9 mogelijkheden om in te loggen. Daar kun je persoonlijke vragen stellen. En hier gaan we heel snel alle korte antwoorden geven op de vragen die jullie hebben. Duidelijk verhaal, denk ik. Ja? Dan gaan we nu terug naar het OLC. Welkom terug. Ja, hartstikke bedankt ook. Veel plezier ook met jullie rondgang door de school, Julia en mevrouw Elias. Ondertussen vertel ik iets over, terwijl jullie naar jullie eerste plekje gaan, vertel ik iets over onze school. We zijn best wel een grote school. We hebben 2 locaties in Woerden en we hebben zo'n 2500 leerlingen. We zijn een openbare school. En bij ons kun je alle diploma's halen, van basiskader tot en met gymnasium. En vanavond gaat heel speciaal over het VMBO. Wij bieden hier 3 brugklassen aan. Basiskader,
kader MAVO en MAVO HAVO. En in welke brugklas je terechtkomt, heeft natuurlijk alles te maken met dat advies. Nu hebben jullie ook in jullie pakketje, in jullie tourpakket, een schema gekregen. Een doorstroomschema. En dan kun je eigenlijk zien wat je dan kunt met dat VMBO-diploma. Zo zie je dat onze basiskaderafdeling vooral opleidt naar het MBO. MBO niveau 2, 3 en 4. Dat geldt ook voor onze MAVO-opleiding. De MAVO-richtingen MAVO-Tech en MAVO-Ondernemen. En daarnaast hebben we ook nog een opleiding MAVO-HAVO die voorbereidt op het HAVO-examen. Daar komen we later ook nog eventjes op terug. Maar het pakketje, of het is wel mooi om te zien dat dit kan en dat je ook tussentijds kunt overstappen. We houden jullie goed in de gaten. En stel nou dat je in een kader MAVO-klas zit, maar je bent toch eerder een MAVO-HAVO-kind, dan kun je daar ook gewoon tussentijds naartoe. Wij vinden het belangrijk dat je het beste uit jezelf haalt bij ons op school. Dan is het zo, Nout, dat jij hier ook naartoe bent gekomen. Ja. Kun je iets vertellen over hoe dat ging? Zat jij met kinderen in de klas die jij kende? Nou, de kinderen in de klas die kende ik wel van mijn oude basisschool, maar niemand uit mijn oude klas. En ik ben hier gekomen omdat de overstap van het MAVO naar de HAVO veel makkelijker is. Precies, en dat vinden we wel belangrijk, dat we leerlingen de kansen geven, de mogelijkheid geven om door te groeien. We willen heel graag dat de leerlingen zich leren samenwerken, dat ze kritisch zijn, dat ze leren luisteren naar elkaar. En we vinden het ook belangrijk dat het hier niet alleen maar gaat om dat diploma, maar dat je ook leert dat je je kunt verplaatsen in de ander en dat je onderdeel kunt zijn van de maatschappij. We hebben ook fantastische resultaten, al jarenlang. Het afgelopen jaar waren onze slagingspercentages 100%. Dat is niet alleen zo het afgelopen jaar, het was het jaar daarvoor eigenlijk ook al. Dus het komt niet alleen door corona. We zijn gewoon echt een supergoeie school. En ook de ouders geven aan tevreden te zijn. Ze waarderen ons met een 8,4. School is natuurlijk niet alleen maar activiteiten doen. Het gaat ook om vakken. Daar gaan we zo meteen ook langs heel veel verschillende soorten vakken. En Nout, kun jij mij vertellen wat jouw lievelingsvak is? Nou, mijn lievelingsvak is natuurscheikunde. Vooral de practicum vind ik heel leuk. Ja, dat. De razende reporters gaan zometeen langs allemaal lokalen die in groepjes zijn verdeeld. We gaan beginnen bij natuur en techniek. Nou, mevrouw Ilias en Julia, waar zijn jullie? En laat ons dat eens zien. Nou, wij zijn inmiddels op weg naar de tweede verdieping, naar de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde. Biologie het vak van de levende natuur, natuurkunde het vak van de niet levende natuur en scheikunde wat gaat over natuurlijke stoffen en hoe die met elkaar samenhangen. Nou, we gaan nu naar het laboratorium, dus kom maar gezellig mee. Hoe? We zijn hier nu dus in het biologielokaal en ik zie hier dat jij bezig bent met een apparaat of zo. Wat is dat voor ding? Een microscoop. Oh, oké. En wat kan je daarmee? Je kan hele kleine dingen kan je steeds groter laten maken. Oh, oké. Dat is wel cool. En wat voor dingen maak je dan groter? Bijvoorbeeld cellen of zo. Oké. Klinkt goed. Ik hoor wel een beetje gezoom op de achtergrond. Dus ik wil even gaan kijken wat we daar precies allemaal horen. Volgens mij is hier een experiment aan de gang. Ik ga jullie het woord geven. Kunnen jullie vertellen wat jullie aan het doen zijn? Zeker. Wij gaan deze chocozoen zo meteen groter maken door de lucht uit deze stolp te zuigen en zo vacuüm te creëren. Ik ga je nu laten zien hoe jij dat doet. Stap 1, je legt de chocozoen op dit tafeltje. Dan leg je de stopper op en zet je de motor aan. Maar het belangrijkste met NASC is dat je je veiligheidsbril opzet. Nu gaat alle lucht dat hierin zit eruit. Nu wordt de suiker chocozoen groter. En hij wordt heel groot. Dan zet je de motor uit. En nu kan je hem kleiner maken om er zuurstof bij te doen. Nu wordt hij kleiner. Maar dat is niet het enige wat we met NASC leren. We leren ook. We leren ook over licht, heelal, elektriciteit en snelheid en beweging. Wauw, dat klinkt allemaal heel erg interessant. Zullen wij verder gaan? Ja. We hebben ook het vak techniek. Daarin leer je van alles. Verschillende materialen, verschillende gereedschappen ga je gebruiken. En die hebben een heel mooi filmpje gemaakt. Dus we gaan even naar het filmpje overschakelen.
Goedemorgen. Klastechniek. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat is een goede start van vandaag. Bedankt. Ik vind techniek het leukste vak, omdat je daar meer met je handen doet en alles. Het is gewoon een leuk vak, omdat je zelf ook dingen kan doen en zo. En de docenten zijn leuk en grappig en leggen dingen uit, dat je het wel snel begrijpt. Ja, in een verhaaltje zo. Ja, dat. Ja, ik vind het leuk bij techniek dat je met alles met je handen kan doen en dat je dingen kan bouwen. Nou, we zijn nu hier nog steeds op de tweede verdieping. We zijn een stukje verder gelopen en kom er met ons mee. Jullie mogen in de tussentijd uit je tourpakket, wat je per post hebt ontvangen, het blauwe papier en een pen vast tevoorschijn pakken. En dan gaan wij in deze deur naar binnen. Hoi. Nou, het is wel duidelijk welk vak hier gegeven wordt. Jazeker, hier wordt geschiedenis gegeven. En jullie thuis hebben allemaal een mooi blauw papiertje gehad waar wat quizvragen op staan. Wij hebben hier straks allemaal leerlingen en docenten die wat gaan vertellen over de dingen die hier in het lokaal te zien zijn. En we beginnen bij het eerste onderdeel en dat is de tijdlijn die we daar zien. En daar gaat Alessandra over vertellen. Hier zie je onze tijdbalk en daar hebben we het over in de geschiedenislessen. Zoals je ziet zijn er 10 en dat was de eerste vraag. Neem even de tijd om een antwoord op de vraag te formuleren. Dan ga ik verder lopen naar de volgende. Onze lieve Sense. Welkom bij vraag 2. Dit gaat over deze Duitse helm die aan het begin van de Eerste Wereldoorlog werd gedragen door de Duitsers. Je zou je misschien afvragen waarom deze punt erop zit. Dat weten we eigenlijk niet zeker, maar er wordt gezegd dat het werd gebruikt om zwaarden af te weren. Dat was vraag 2. Oké, dan mogen jullie antwoord geven op vraag 2. En dan gaan wij door naar de dame van vraag 3. Welkom bij vraag 3. Hier zien jullie het Egyptische dode boek. Links zien jullie het hart en rechts zien jullie het veertje van de overleden persoon. Als het hart zwaarder is dan het veertje, dat betekent dan dat de persoon die heeft geleefd geen goed leven heeft geleefd en wordt vermoord verslonden door dit monster. Dit was vraag 3. Zo, dat is niet echt gezellig, maar geef gerust antwoord op de vraag. Dan gaan wij naar de volgende. Dit is een docent, meneer Harmsen. Ja, door naar vraag nummer 4. En die bevindt zich bij deze vitrinekast, wat vol staat met allemaal spullen uit de Tweede Wereldoorlog. Maar de vraag gaat niet daarover. Nee, die gaat over deze helm. Deze helm is ooit gedragen door een Romeinse centurion. En de Romeinen die ook hier in Woerden de baas zijn geweest. En daar gaat vraag 4 over. Dankjewel. Gaan wij verder naar vraag 5. Normaal zie je op deze ramen zie je tekeningen, maar omdat het donker is, zie je het niet. Hoort bij live, hè, dit? Ja, dus hier op het bord zie je wat op een raam staat over het socialisme. En een van de belangrijkste dingen van het socialisme is gelijkheid. Dat was vraag 4. Ook wel een van de dingen die belangrijk is op het Minkema College. Ja, zeker weten. En ik neem jullie mee naar de laatste vraag. Die gaat over deze mooie Wall of Fame. Waar allemaal foto's hangen van leerlingen die onze escape room hebben gewonnen. Want je krijgt in het examenjaar een escape room over geschiedenis.
En als je wint, dan kom je hier misschien ooit eens een keer te hangen. En voor thuis, ja, je hebt als het goed is 6 vragen beantwoord. En dan heb je een mooi woord gevormd. En je mag met elkaar even delen in de chat wat dat woord is. Wij wensen jullie in ieder geval superveel succes met het kiezen van je volgende school. En wie weet tot volgend jaar. Nog een hele fijne avond. En neem ze maar weer mee, zou ik zeggen. Dankjewel. We gaan een stukje verder de gang in, hè? Ja. Naar mijn favoriete plek, the world of languages. Nou, het mogen duidelijk zijn... Verkeerde deur. Het mogen duidelijk zijn wat mijn favoriete taal is. Tenminste, dat hoop ik inmiddels. Wat is jouw favoriete taal eigenlijk, Julia? Nou ja, Engels natuurlijk. Kijk, dat is het goede antwoord. We zijn helemaal niet bij Engels. Foutje. Grapje. Hoort ook bij live. We zijn bij aardrijkskunde, die slaan we zomaar over. Geeft helemaal niks. Dit verhaaltje doen we zo nog een keer. We zijn bij geschiedenis. Kom lekker binnen. Goedenavond. Ja, welkom bij aardrijkskunde. We zijn met lessen bezig over Gambia. En de meiden zijn lekker bezig. Nou, we gaan eens eventjes kijken. Nou, wat zijn jullie aan het doen? We zijn aan het kwartetten, wat we zelf hebben gemaakt in de les over Gambia. Nou, dat klinkt heel goed. En ja? Wat kunnen we daar zoal op zien dan? Nou, allemaal dingen die we in de les hebben geleerd over cultuur, topografie, basisbehoeften. Allemaal dingen die we hebben geleerd. Nou, dat klinkt als een leuke manier om te leren. Ja. Herken je dat wel een beetje? Ja. Goed zo. En wat zijn jullie hier aan het doen, dames? Ja. Kwartet aan het maken over ons onderwerp Gambia. Gaat hartstikke goed. Ja. Veel plezier verder met de route. Dankjewel. Nou, ik was net iets te enthousiast. Ja. Maar dat komt natuurlijk omdat het mijn eigen vak is. We gaan nu echt naar de World of Languages. Deurtje verder. En je ziet het al. Of jullie zien het al. Ja. We gaan hier de douane door. En we gaan naar binnen. Kijk. We beginnen maar bij het beste vak wat er is dan, hè. Nou, dit is Engels en wat zijn jullie aan het doen? Ik ben opdrachten voor de toets die hier aankomt aan het maken. Oh, oké. Okay. Nice. Goed bezig. Laten we even gaan luisteren wat hier aan de gang is. Ja. Wordt hier wat gepraat? Welke taal zou dit zijn? Hola. Dit is Frans. Ik wil wel het Frans horen dan. Ja. Vous avez deux croissants. Oui, voilà. Je froda un baguette. Voilà. Ça coûte combien? Ça coûte 2 euros. Merci. Au revoir. Au revoir. Nou, en hier zie ik dat ze bezig zijn met Duits. En met volgens mij een puzzel. Oké, interessant. En dan zie ik hier een meisje aan het lezen. Dus laten we snel maar weer. Laten we dan maar die met de rust laten. En dan gaan we nu maar weer terug naar het OLC. Laten we dat doen. Kom. Ja. Ja, welkom terug bij het OLC. En natuurlijk eigenlijk heel gek om 's avonds naar school te gaan. Ik vind het ook heel vreemd. Het is echt wel donker. Anders donker dan 's ochtends. En dan te bedenken dat het nu 7:50 's avonds is. Normaal zitten we hier niet om 7:50 in de les. Zowel 's ochtends niet als 's avonds niet. We gaan het hebben ook over hoe ziet nou zo'n dag bij ons eruit. Wij werken sinds dit schooljaar met een 70-minuten rooster. Op het VMBO en ook op de HAVO-VWO. En dat doen we heel bewust. Want wij denken dat een 70-minuten rooster heel veel rust geeft in de school. Rust om minder leswisselingen. Je hoeft minder boeken mee te nemen, minder huiswerk te maken. Maar het geeft ook meer rust in de les. Een docent heeft echt de tijd om dingen uit te leggen, om verschillende werkvormen te gebruiken, je hulp te geven en ook te checken of je alles goed begrepen hebt. Nou, jij maakt elke dag een schooldag mee. Ja. Nou, 7:50 ben je hier natuurlijk nog niet. Nee. Kun jij iets vertellen over hoe jouw dag er zo gemiddeld uitziet? Nou, mijn dag begint om 8:45 vaak. En dan is het laatste rooster tot 4:15. Dat heb ik maar één keer in de week gelukkig. En die 70-minuten rooster, dat bevalt mij super erg. Want ik heb een stuk minder huiswerk. En er is gewoon veel meer uitleg. En het is echt super fijn. Ja, en omdat het nieuw was voor dit schooljaar, hebben we ook een filmpje gemaakt aan het einde van vorig schooljaar. Om onze leerlingen goed voor te bereiden op die 70 minuten. En dat filmpje willen jullie heel graag laten zien. Ja. En na het filmpje gingen we naar de maatschappij.
En dan gaan we weer terug naar de razende reporters. Lieve leerlingen, volgend jaar gaat er iets veranderen op het Minkema College. Wat dan? We gaan van het 50 naar het 70 minuten rooster. Voor de eerste en de tweede klas op het HAVO-VWO is dat niet nieuw. Zij volgen nu namelijk lessen van 75 minuten. Volgend jaar wordt dat voor alle klassen op beide locaties lessen van 70 minuten. Dat klinkt misschien best wel lang. Wat? Zo lang? Waarom? Tijdens de lessen gaan we op nog meer verschillende manieren met jullie aan de slag. Een practicum, een nieuwsbericht, een filmpje, een leuke quiz of een samenwerkingsopdracht. In die 70 minuten krijg je niet alleen een lange uitleg, maar er is vaak ruimte voor een project of zelfstandig werk aan een opdracht. Hierdoor hebben we ook genoeg tijd om de les goed op te starten en de les goed af te ronden. Aan het begin van de les hebben we meestal even tijd om de opdrachten van vorige keer na te bespreken en te kijken waar we waren gebleven. En dan gaan we de verdieping in. Je gaat uitleg krijgen van de docent, daarna krijg je opdrachten waar je zelf gaat toepassen of met een groepje. Dat kan op je Chromebook of op papier. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je de hele dag alleen maar in een boek kijkt of achter je scherm zit. Maar er is hier ook meer tijd voor persoonlijke aandacht. Ben je ergens heel goed in of vind je iets lastig, dan kun je jezelf wat meer uitdagen tijdens een les. En er is ook ruimte om met een docent in gesprek te gaan om stappen te zetten in de juiste richting. Maar er zijn nog meer bijkomende voordelen. Je bent straks evenveel tijd op school, maar in plaats van 32 verschillende lessen per week, heb je er 21 of iets meer. Dat betekent een lichtere rugzak, omdat je minder vak hebt op één dag. Dat betekent minder leswisselingen. En dat betekent dus ook minder traplopen. Je hoeft minder van lokaal te wisselen. Er is meer rust in het gebouw. Ook niet erg. Minder vakken per dag betekent voor minder verschillende vakken per dag huiswerk. Wij kijken uit naar leerzame 70 minuten lessen vol inspiratie en variatie in een gezellige sfeer. In het begin zal het even wennen zijn. Maar ik weet niet beter en ik vind het prima. Wij hebben er zin in. Ja, en vervolgens gaan we terug naar de samenleving. De samenleving, die vinden wij heel erg belangrijk, want wij willen natuurlijk een school zijn die niet alleen aan zichzelf denkt, maar ook aan de mensen om zich heen, aan de maatschappij. En dat doen wij bijvoorbeeld door aandacht te geven aan goede doelen. Zo hebben wij mooie projecten voor het Willem in een kinderziekenhuis gehad. We hebben kerstkaarten gemaakt voor eenzame bejaarden. En er wordt af en toe ook een waterloop georganiseerd. En wij doen dat omdat we van betekenis willen zijn voor onze omgeving. En dat is een omgeving die soms dichtbij en soms ver weg is. Nou, jij hebt ook meegedaan aan zo'n activiteit. Kun je er iets over vertellen? Nou, in onze laatste week van school, de Steinweek, doen we allemaal leuke dingen. En hebben wij gewandeld voor waterpijpen in Oeganda. Voor mensen die dan niet 10 kilometer met een grote waterkrat op hun hoofd hoeven te lopen. En nadat het filmpje zo meteen komt, gaan mevrouw Elias en Julia nog wat meer vertellen over burgerschaponderwijs. En misschien nog één klein dingetje, want dat is wel misschien ook belangrijk om te noemen. Ik zei het net eigenlijk al, we hebben hele mooie grote doelen ver weg. Oeganda bijvoorbeeld en het Willemine Kinderziekenhuis ietsje dichterbij. Maar ik vind het ook heel belangrijk om aandacht te hebben voor elkaar hier op school. Dat je ook snapt dat je niet alleen bent op de wereld en er ook bent voor een ander. En dat je je ook bewust bent van dat wat je doet. Dus dat je rekening houdt met de ander. Nou, daarvoor hebben we ook projecten. En een van die projecten op de HAVO-VWO-locatie viel ook de politiek op. En daarom kwam Arie Slob een tijdje geleden bij ons op bezoek. Toen was hij nog minister. Inmiddels is hij dat niet meer. En dat filmpje laten we jullie graag zien. Vandaag op deze school zag, was dat leraren, schoolleiders, maar vooral ook leerlingen met elkaar in gesprek gaan over hoe kun je nou op een goede manier omgaan met elkaar en met de verschillen die er zijn onderling. Ja, ik ben op deze school biologiedocent en natuurlijk is biologie een vak over planten, dieren, mensen. Maar we proberen in onze lessen ook heel duidelijk de maatschappelijke context van de leerstof te duiden en te bespreken met onze leerlingen. Democratie is een rommeltje, maar wel een heel bijzonder rommeltje.
Maar jij moet in dat rommeltje met al die verschillende meningen en al die verschillende groepen leren om jouw positie te bepalen. Ja, we zijn nu op de derde verdieping en we zijn nu vlakbij het lokaal waar we burgerschap hebben. Daar gaat het vooral over wel met... Ja, stil hè. Nou, dat was wel een heftige discussie hoor. Kom, we gaan snel weer verder. Namelijk, ik sta hier mijn collega op te wachten. Hi. Hallo, daar ben ik weer. Kom verder. Had je al verteld waar we naartoe gaan? Oh nee, nog niet. We gaan nu naar wiskunde en economie. Handige vakken. Zeker als je van winkelen houdt en af en toe de uitverkoop moet uitrekenen of zo. Nou, laten we eens kijken of ze er klaar voor zijn. Goeiedag. Er staat een mooie man op ons te wachten. Goeiedag, welkom bij het vak Economie, waar het allemaal draait om geld, doekoe, stacks. Eigenlijk om deze flappen hier zo. Ja, en deze flappen, voor de slimme kijker, ja, deze flappen die willen bedrijven verdienen, maar niet precies deze. Want deze, ja, die komen weer uit een ander land, bijvoorbeeld uit Zimbabwe. Dit is 500 miljard. En als ik 500 miljard aan euro's heb, dat zou ik wel graag willen, maar helaas is dat niet zo. Even kijken bij de leerlingen. Die zijn druk bezig met hun puzzel. Want zoals ik zei, niet alleen dit geld komt niet uit Nederland. Maar wij hebben ook niet alle producten hier in Nederland. En deze jongens laten even snel zien welke producten uit Nederland komen. En welke dus niet. Deze ook. Deze ook. En deze voor de rest. Deze niet. Deze ook niet. Deze ook niet. Deze ook niet. En deze ook niet. Sommige producten die komen uit een ander land. En die trui, wil je heel veel snel kort zeggen hoe duur die trui was? 140 euro. Kijk, die trui kost tegenwoordig 140 euro. Maar kijk eens thuis, als je nou aan je ouders vraagt hoe duur een trui vroeger was, zullen ze nooit 140 euro zeggen. En dat betekent dus ook inflatie. De prijzen gaan steeds verder omhoog. En dat leer je ook bij economie. En voor de kijkers thuis, moeten kinderen dan ook meer zakgeld gaan verdienen? Nou, dat is een goede vraag. Stel je voor, de prijzen gaan steeds verder omhoog en je komt bij mij in de les, geef ik jou de goede argumenten om te onderhandelen over jouw zakgeld, dat steeds hoger wordt. Nou, ik zie, dat is erg leuk en zo, maar ik zie hier ook iets aan de hand. Ja, goeiedag. Hey, hier zitten Tom en Noek en die rekenen ook met geld bij wiskunde. Bij de wiskunde reken je ook heel veel met geld, alleen leer je niet hoe je veel geld moet verdienen. Maar wel hoe je het om moet rekenen en met verhoudingen en procenten. Maar rekenen is maar een heel klein onderdeeltje van wiskunde. Want we doen ook heel veel met ruimtelijke figuren zoals je hier ziet. En ook vlakke figuren. Jullie hebben allemaal een opdracht thuis gekregen. Die heb je in stukjes kunnen knippen. In een parallelogram. Een vierkant en een aantal driehoeken. En Noek gaat jullie nu nog een extra opdracht geven. Die hoort bij deze opdracht die jullie thuis hebben ontvangen. Noek, vertel. Hallo, probeer met al deze figuren hier een vierkant te maken. Dus niet zo, maar probeer met al deze figuren een vierkant te maken. Zo. Dat is wel... Ga jij dat nou ook doen of moeten ze het alleen thuis doen? Ja, dat kan ik nu laten zien. Misschien kan je al een voorzetje geven. Begin. Het is wel lastig. Dus dat je een klein stukje voordoet. En ik vind wel dat ze de rest dan wel zelf moeten doen. Nou, dit is wel een vierkant. Als ze zo beginnen, dan vind ik eigenlijk wel dat ze de rest van de stukjes zelf moeten kunnen doen. Succes! Oké, nou, dat was een hele interessante puzzel hoor. Nou, dan gaan we nu terug naar het OLC. Ja, welkom terug, Nout. Nou, er zijn dus superveel en leuke, belangrijke vragen uit de chatroom gekomen. Dat vinden wij natuurlijk super tof en we gaan even de twee belangrijkste vragen
beantwoorden. Ja, en de eerste vraag die beantwoordt Nout zelf, die gaat over waar word je nou geplaatst? Ja. Want dat is een belangrijke vraag. Met welk advies kom je nu waar? Nou, Nout, die kon je uitleggen, zei je tegen mij. Op mijn basisschool heb ik het advies TL gekregen. En toen ben ik naar het Minkema gegaan. Toen heb ik het TO-HAVO-advies gekregen. Waardoor ik uiteindelijk naar in de brugklas eigenlijk al naar het HAVO kon. Is me helaas niet gered. Maar nu kan ik tijdens het eindexamen kan ik 7 vakken examen doen. En dan zou ik nog steeds naar de HAVO kunnen. Precies. Dus met een MAVO-advies kom je bij ons in de MAVO-HAVO-klas terecht. En met een basisadvies kom je bij ons in een basiskader terecht. En met een kaderadvies en een kader MAVO. En nou ja, volgens mij hebben we dan het cirkeltje rond. Heb je nou een HAVO-advies, dan is de live tour van morgen een echte aanrader. Dan vertellen wij over de school aan de Minkemalaan, of de school. Dat is gewoon dezelfde school, maar over de locatie en wat we daar allemaal doen. We gaan zo meteen, nu gaan we even iets anders doen, we gaan naar creativiteit. En zojuist zagen we al een leerling een beetje creatief aan de slag. Hij was bezig met een vierkant maken. Ik kon het zo snel niet, jij? Nee, zeker niet. Nee, ja goed, misschien moeten we daar straks na afloop nog eventjes dan op gaan oefenen. Maar creatief denken is belangrijk, want door creatief te denken kun je ook slimme oplossingen bedenken voor problemen die er zijn. En dat kun je doen door onder andere bezig te zijn met kunst en met cultuur. Nou krijgen al onze brugklasleerlingen talentlessen. En in die talentlessen maken ze kennis met dat soort vaardigheden. Ik begreep dat jij ook zoiets hebt gedaan, een talentles, of ja, gedaan hebt. Vertel eens. Ja, nou in de eerste kreeg ik dus talentlessen. Toen heb ik gekozen voor het vak muziek, omdat ik muzikaal ben. Toen krijg je eigenlijk alle vrijheid om alles te doen. Dan heb ik gewoon een papiertje gekregen. Kon ik eigenlijk alles doen. Piano spelen, gitaar spelen, van alles. Na het filmpje dat zo met... Ja, nou, ja, het filmpje komt ook, maar ik dacht ik moet nog wat zeggen. Want we hebben niet alleen maar talentlessen in de brugklas. We doen ook nog een soort event, een soort musical. Jullie zagen net meneer Immerzeel. Hij is een beetje de vader van Minkema Boulevard. En Minkema Boulevard is, ja, daar komen eigenlijk alle talenten samen. Dus je hebt daar leerlingen die muziek maken, die dansen en die zingen. En elk jaar maken we een prachtige productie. De afgelopen 2 jaren kon dat helaas niet doorgaan vanwege corona. En dit jaar willen we ons niet laten tegenhouden door corona en gaan we ook op zoek dat als het niet live kan, dan bedenken we iets anders. Maar we hebben een heel mooi filmpje gemaakt en daar wilde jij iets over vertellen. Ja, na het filmpje gaan mevrouw Elias en Julia ons nog meer laten zien over de creativiteit op deze school. Precies, het filmpje. Volgens mij wil Monty dat we lekker gaan leven. En dat gaat bij mij... Nog op de derde verdieping, maar we gaan naar de vierde verdieping doen. En dat gaan we doen via deze trap, die helemaal bedekt is met prachtige schilderijen en dat soort dingen. Die dingen maak je tijdens handvaardigheid en tijdens tekenen. Zoals je kan zien, hebben allemaal leerlingen deze gemaakt. En daar zo kan je een houten pilaar, en daar staat op een vaccinelichthouder gemaakt van ijslulistokjes. En als je dan verder loopt, zie je daar een soort van flatgebouw gemaakt van papier en origami. En dan zie je daar nog een poppetje staan gemaakt van plastic. En helemaal
de trap zie je daar nog twee poppetjes. En daar helemaal, als je uit de vierde verdieping bent, zie je allemaal schilderijen en tekeningen. En dat maak je dus met tekenen en handvaardigheid. Hallo lieve kijker, daar ben ik weer. Op de vierde verdieping. Sportiever dan dat wordt het voor mij niet. Ik ben niet zo sportief. Maar Minkema is wel sportief. We geven het vak LO, lichamelijke opvoeding. 2 uur in de week, 2 keer 70 minuten voor iedereen. In de BK is sport en bewegen ook een heel populair keuzevak. Omdat het gewoon heel leuk gegeven wordt door onze collega's hier. En in de MAVO is het ook een eindexamenvak. Dan kan je LO 2 kiezen. De docenten van LO hebben een heel leuk filmpje gemaakt. Die kunnen veel beter over sport vertellen dan ik. Want ik ben niet zo sportief. Dus ik zou zeggen, start het filmpje in en kijk eventjes lekker naar de docenten. Stijn Haagseweg. Een hele leuke school waar ook heel veel aan sport wordt gedaan. Op Minkema Stijn heb je een ideaal gymles. Genoeg tijd om lekker te bewegen. We organiseren een skikamp en een outdoorkamp. In de bovenbouw kun je voor basiskader kiezen voor sport en bewegen en LO2 in de MAVO. Ons lessen vinden plaats in de ruime sporthal van Snelle Poort, wat vastzit aan onze school, en eventueel op de buitenvelden bij SC Woerden of in onze omgeving. Lekker ritmisch bewegen op het Minkema en ik hoop jullie heel snel hier te ontmoeten. Tot ziens op de Stijn! Ja, een filmpje over sporten. Ben je een beetje sportief, Nout? Super sportief en het is ook super leuk om te doen. Wil je nog wat voordoen, een kunstje of zo? Oh nee, dat hoeft niet. Nou, doen we een ander keertje dan. We gaan het hebben over het mentoraat, want dat vinden we heel belangrijk. Dat jullie goed begeleid worden hier op school. Daarvoor ga ik niet het woord voeren, maar Simone van Kapel, zij is mentor bij ons. En zij gaat samen met Nout vertellen wat dat mentoraat precies inhoudt. Nout. Nou, hallo. Als brugklasmentor zie ik elk jaar weer heel veel leerlingen binnenkomen hier op school. En het is altijd ontzettend leuk om hen te mogen begeleiden in het eerste jaar. Want heel veel leerlingen, eigenlijk kan ik wel zeggen, alle leerlingen wel, vinden het gewoon heel erg spannend om die grote overgang naar het voortgezet onderwijs te maken. Dat is gewoon echt een hele grote stap. Maar als mentor proberen wij jullie ook dan te helpen om het allemaal zo goed mogelijk te laten verlopen. En daar hebben we allerlei manieren voor. We gaan zelfs al voor de vakantie, voor de school echt begint, gaan we voor de vakantie al een keer kennis maken. Na de vakantie hebben we hele kennismakingsweek. En zo zijn er nog veel meer dingen. Nou, misschien kun jij een beetje vertellen hoe dat bij jou is gegaan, die overgang. Hoe was dat voor jou?
Nou, het voelde heel raar natuurlijk, van een beetje op je luie stoel rekenen. Ging opeens wiskunde doen en zo. Ik vond het allemaal heel spannend. Maar met de kennismakingweek, waar we ook leuke dingen gingen doen, werd het veel makkelijker. Bijvoorbeeld de barbecue, wat de eindafsluiting was van de kennismakingweek. Waar je ook gewoon gezellig met elkaar even een burgertje kon eten. Dus het was superleuk. Ja, dus allerlei dingen die we doen om jullie ook te helpen in het jaar door. We hebben ook mentorlessen, waarin we dus ook helpen met studievaardigheden plannen en dat soort dingen. Als je tegen dingen aanloopt in je studie, wat het lastig gaat, proberen we weer te helpen. Je kan ook altijd terecht bij je mentor en zo proberen we te helpen. Dus misschien heb jij dat ook ervaren, dat je ook ondersteund werd? Zeker. In de eerste vond heel veel mensen het vak Frans moeilijk, omdat dat gewoon echt alleen maar leerwerk is. En je wordt bijvoorbeeld door de mentor geholpen met plannen. En dat vond ik heel fijn. Nou, en daarnaast is het natuurlijk altijd belangrijk, daar is ook zeker de kennismakingsweek voor, om nieuwe vrienden te maken, vriendschappen op te doen. En ook dat is altijd heel spannend om over te gaan naar een nieuwe school. Heel veel leerlingen komen alleen. Ik weet dat jij nou het ook als alleen naar school kwam. Ja. Hoe ging dat met het ontwikkelen van vriendschappen? Nou ja, met de kennismakingsweek was het een stuk makkelijker, want je ging veel met elkaar praten en leuke dingen doen. En uiteindelijk ga je ook een beetje met elkaar aan de tafel zitten en zo. En dan ga je met elkaar fietsen. Dus daarmee maak je veel vrienden. Ja, en ook proberen we dan te stimuleren door allerlei groepsvormende spelletjes te doen. Dus eigenlijk zie ik altijd, zien we echt wel spanning bij sommige kinderen en bij sommigen ook wat minder. Maar het komt eigenlijk altijd wel vanzelf goed. En is het moeilijk, dan gaan we je er echt gewoon bij helpen. Nou, verder vinden wij het als mentor altijd heel belangrijk, eigenlijk op het Minkema College, dat we heel goed contact hebben met ouders en met de leerling en de docent. Dat noemen we de driehoek. Dus we proberen altijd gezamenlijk problemen te bespreken of dingen op te pakken. Want we denken dat dat het effectiefst is. En nou ja, ook als je met plezier naar school gaat, denken wij ook dat je dan ook het beste kunt leren. Dus wij proberen ook voor plezier op school te zorgen en een fijne sfeer met je klas te maken. Dus dat is eigenlijk wat wij doen. Ja. Ja, nou hopelijk, wie weet, zien we jullie volgend jaar. En gaan we het nu ook hebben over de MAVO's. Dus ik geef het woord weer terug naar jou, Arjan. Ja. Dankjewel. En dan moeten we een beetje ruilen van plekken. Dat is wel heel snel gebeurd. Ik dacht een hele shift, maar dat valt best wel mee. We gaan het hebben over de MAVO. Dat is een van onze afdelingen bij het VMBO. Jij zit zelf in een MAVO-HAVO-klas. Je hebt er eigenlijk net al iets over verteld. Ja. Je hebt ook een doel daarmee. Kan je dat nog één keer kort vertellen? Wat je doel is met die MAVO, met die MAVO-HAVO-klas? Nou, met de MAVO-HAVO-klas wil ik naar de HAVO proberen te gaan. En dan misschien zelfs naar het VWO en dan geneeskunde studeren om arts te worden. Precies, want dat is wat je eigenlijk doet. Als je in de MAVO-HAVO-klas kiest en je kiest uiteindelijk ook voor die stroom, dan doe je 4 jaar MAVO en daarna plak je er nog 2 jaar achteraan voor de HAVO. En het klopt, je zou eventueel ook nog kunnen kiezen voor het VWO. En wat is dan anders dan de gewone MAVO, de MAVO klassiek? Dat is eigenlijk dat je examen doet in een extra vak. Naast de MAVO-HAVO hebben wij ook, en dat zien jullie ook natuurlijk hier staan, hebben wij een MAVO ondernemen en een MAVO tech. En MAVO ondernemen, dat sluit prachtig aan bij Woerden. Daar wonen veel ondernemers. Daar zijn veel leerlingen ook in geïnteresseerd van hoe is het nou om een eigen bedrijfje te hebben en wat komt daar allemaal bij kijken. En MAVO Tech, dat is dan meer voor de leerlingen die geïnteresseerd zijn in techniek, in robotica, in Lego Mindstorms. Hoe werkt dat allemaal? Schone techniek zou je kunnen zeggen. Maar we hebben ook, dus dat is wat we doen. En daarnaast, om je dan goed voor te bereiden op die keuze, bieden we de leerlingen oriëntatielessen aan. En jij hebt die net achter de rug, heb ik begrepen, van ja. Ook weer meneer Immerzeel. Die man die doet hier heel veel. Maar jij hebt ze achter de rug. Wat heb je daar eigenlijk allemaal besproken? Nou, in oriëntatielessen leer je goed samenwerken in de praktijk. En natuurlijk over wat je wil gaan kiezen later. Of het MAVO Tech, MAVO Klassiek, MAVO HAVO. Je kan allemaal kiezen en dat is heel fijn aan deze school. Alle keuzes zijn mogelijk. Ja, en om jullie wat meer uit te leggen wat dan dat precies betekent, dat MAVO Tech en dat MAVO Ondernemen, schakelen we weer naar onze razende reporters. Ze staan al best wel lang klaar. Goed. En mevrouw Elias, die zei net natuurlijk ook nog, ik ben niet zo sportief, maar speciaal voor vanavond heeft ze wel sportschoenen aangedaan. Ik weet niet of jullie ze al hebben gezien, maar misschien kan, als je goed oplet, dan zie je ze. We gaan terug. Wat? Zegt iemand nog ja of zo? Ja. Oh, we zijn nu hier op de begane grond in de Makerspace. En dit is een
hele grote plek waar je lekker creatief kan doen. En hier kan je ook de laatste twee MAVO-opleidingen volgen. En daarvoor ga ik jullie voorstellen aan Martijn Aarts, de docent van MAVO Tech. Welkom allemaal. Jullie zijn hier op een buitenaardse planeet gekomen. Zelfs zo ver weg dat er nog geen mensen naartoe kunnen komen. Dus hier zal alles moeten geprogrammeerd worden en met robots uitgevoerd worden. Om dat te doen zijn er wat mensen die dichter bij jullie zitten. Bij Mission Control, bij jullie in de buurt, zitten hier Siem en Arthur. Arthur, go! Ja, ik ben Arthur. Zometeen als tweede missie moet er een kist met goud worden opgehaald. Maar hierbij staat er ook een windmolen in de weg. Ik ben er om de auto eromheen te kunnen leiden en het goud veilig op te kunnen halen. Maar eerst legt Siem de eerste missie uit. Ik ben Siem. Bij de eerste missie moet er een communicatiesatelliet omhoog gezet worden, zodat de rest van de missie sneller kan uitgevoerd worden. Als het goed is, is hij nu al onderweg. En inderdaad, jullie zien hier de eerste robot al richting de communicatiesatelliet rijden. Hij is bijna in de buurt, dus nu moet hij heel voorzichtig en jou, die is omhoog. En dan gaat hij terug. Hij moet natuurlijk ook weer veilig bij de basis komen, zodat hij zometeen weer een volgende missie kan doen. En ondertussen staat de volgende al klaar. Deze missie is een stuk lastiger, dus hopen dat hij goed gaat. Hij moet om de windmolen heen rijden. Oh, deze. En zo zie je dat elke missie ook fout kan gaan. Dus Mission Control, jullie moeten weer even de missie herschrijven. Mission Control, terug naar jullie. Misschien hebben jullie op de planeet ook een windmolen en een drone zien staan. Ook dat zijn voorbeelden van ontwerpen waar wij bij de MAVO Tech op onbekende planeten mee experimenteren. Helaas is het mislukt. Bedankt dat jullie getuigen willen zijn van deze mijlpalen in onbekende ruimte. Soms lukt het niet altijd, maar dan moeten we gewoon opnieuw proberen. Vanuit Mission Control wensen wij jullie veel plezier bij de volgende vakken. Kijk, that's the spirit. En dan gaan we gelijk door naar meneer Tito. Die is van MAVO Ondernemen. Ja, welkom bij MAVO Ondernemen. Nou, bij MAVO Ondernemen leren we van alles wat belangrijk is om een succesvol bedrijf te hebben of te werken in een succesvol bedrijf. We leren bijvoorbeeld planningen maken. We leren hoe je goed contact met klanten kan hebben. Maar we leren ook heel veel over reclame. En voor reclame is het ook heel belangrijk dat je een mooie website hebt en een mooi logo maakt. Dus daar gaan we eventjes kijken hoe ze dat aan het doen zijn. Nou, we maken een hele mooie site voor mensen die van gamen houden, voor een hele mooie prijs. Zoals jullie kunnen zien, het zijn gewoon hele mooie producten van hoge kwaliteit en de site ziet er ook gewoon heel netjes uit. Dus je leert in principe gewoon hoe je een hele mooie site kan maken en hoe je met ondernemers een goed contact kan maken. Kijk, dat klinkt goed. Had je toch nog even je momentje, je moment of fame? Want bij het debat was je net niet zo goed te verstaan, begreep ik. Wij gaan verder, we gaan terug naar het OLC. Dankjewel, Raad. Staat ondernemen centraal. Economie en ondernemen is namelijk ons basisprofiel. Met veel algemene vakken en maar liefst 12 praktijkvakken. En die komen niet alleen uit dat ene profiel economie en ondernemen, maar ook uit andere vakken. Het is best een brede opleiding. Dat vinden we ook heel belangrijk, want we vinden het belangrijk dat jullie na jullie VMBO eigenlijk alle opleidingen nog kunnen doen die jullie willen. Rachid, zou je eens kunnen vertellen over hoe dat dan precies gaat, dat ENO en wat het inhoudt? Ja, dat kan ik zeker doen, Arjan. Het vak economie en ondernemen, het woord zit er natuurlijk zelf in, ondernemen. En ondernemen staat natuurlijk echt centraal bij ons. Je ziet de laatste decennia dat je steeds meer zzp'ers of freelancers hebt op het gebied van zorg, techniek, onderwijs en natuurlijk binnen de economie zelf. Dat proberen wij natuurlijk mee te nemen in ons profiel. Wat van belang is natuurlijk bij het vak ondernemen. Een aantal zaken. We proberen de leerlingen bij te brengen wat de voordelen van het ondernemen zijn. Het heeft natuurlijk heel veel vrijheid, maar ook de nadelen. Je verlies maken, dat wil natuurlijk niemand. Dat zijn aspecten. Verder moet je natuurlijk ook keuzes maken binnen het ondernemen. Want voor iedere keuze moet je natuurlijk weer wat opofferen. Dat kan zijn tijd, geld en of middelen.
Een ander onderdeel is presenteren. Ja, en zoals wat wij nu eigenlijk een beetje aan het doen zijn. Dat is wat wij aan doen. En kan je een voorbeeld geven van zo'n project? Ik begreep dat we laatst een dag hadden over het geld. Day for Change heette dat, meen ik? Ja, een project wat wij afgelopen schooljaar ook met succes hebben gehad, is het project Day for Change. Waarbij de leerlingen echt gaan ondernemen voor een goed doel. Afgelopen jaar was het voor een goed doel in Afrika, waarbij de leerlingen eigenlijk een microkrediet krijgen van de school. Dus van de school krijgen zij €10 per persoon. En ze krijgen van Day for Change, voor de stichting krijgen ze ook €10 per persoon. En voor €20 gaan de leerlingen daadwerkelijk ondernemen. Dus die skills leren zij. En tegelijkertijd zijn ze ook bezig voor een goed doel. Ja, heel mooi. Er komt eigenlijk dat burgerschapsideaal ook weer een beetje terug. Ja, dan is het zo dat we heel veel keuzevakken hebben. Ik zei het net al, het zijn er 12. En dat zijn niet alleen maar keuzevakken die horen bij het profiel economie en ondernemen, maar ook bij andere profielen. Jij noemde er vanmiddag een aantal tijdens onze voorbereidingen van vandaag. Ja, nou ja, we hebben dus keuzevakken niet alleen binnen de economie, maar wat ik net al zei, ook binnen techniek. Bijvoorbeeld, we hebben bijvoorbeeld scootertechniek, we hebben bijvoorbeeld ook een fietstechniek. Marguerite gaf het ook al aan, dus sport en bewegen is een onderdeel. Maar ook in de creatieve vakken, mode en design, tekenen, schilderen en illustreren. Nou, wat we wel proberen is het ondernemen, waar we het net over hadden, dat proberen we natuurlijk op meerdere vakken te projecteren. Maar we proberen de leerlingen zo breed mogelijk op te leiden, want dat is ook wat er steeds meer wordt verwacht van de leerlingen. Ja, nou ja, heel duidelijk, dankjewel. De razende reporters die laten ons wat meer zien. We krijgen eerst nog een filmpje, zie ik. Ik heb hier een souffleur zitten en die zegt, we hebben een filmpje. Jij weet waar het filmpje over gaat, Rachid. Ja, dat klopt, ja. Want we hadden het net over presenteren. En dat is natuurlijk van belang, want we hebben een hele hoop, dingen verteld over ondernemen. Maar presenteren is natuurlijk ook een onderdeel. En we willen graag wat laten zien over presenteren bij profielvak Economie en Ondernemen. Nou, laten we kijken. Welkom bij Economie en Ondernemen. Nou, bij Economie en Ondernemen leren we van alles wat belangrijk is als je gaat werken binnen een bedrijfje. We leren bijvoorbeeld hoe je spullen moet verkopen. We leren hoe je de voorraad moet bijhouden van een bedrijf. We leren bij logistiek leren hoe je een doos moet inpakken. Als bijvoorbeeld mensen online iets bestellen en je moet het naar de mensen opsturen. Ja, dan moet die doos ingepakt worden, daar gaan we mee oefenen. We leren bij secretarieel hoe je klanten netjes ontvangt. Hoe je ze welkom laat heten binnen het winkeltje. En over een winkeltje gesproken, die hebben wij ook in ons Economie en Ondernemen klaslokaal. Daar gaan we even naartoe, want ik wil eigenlijk wel wat Pokémon kaarten kopen. Goedemiddag. Goedemiddag. Kan ik u helpen? Ja, ik was op zoek naar Pokémon kaarten. Nou, die hebben wij. Weet je ook naar welke u op zoek bent? Welke heb je allemaal? Ja, we hebben twee soorten. We hebben de Fusion Strike en de Vivid Voltage. Fusion Strike en de Vivid Voltage. Nou, dan wil ik graag die Fusion Strike kaart. Dan kan het €6 alsjeblieft. €6, natuurlijk. Kijk, alsjeblieft. €6, dankjewel. Oké, okay, dan krijg je van mij €4 terug. Nou, geweldig. Dankjewel. Ja hoor, gaat zo wel mee. Ik hoop dat er een Pikachu in zit. We zijn nu weer hier op de tweede verdieping. En het ruikt hier zo lekker. Dus lopen heel even neusig nou hoor. Maar we gaan nu heel even binnenkijken. Want het ruikt hier hopelijk valt er wat lekker. Lekkers te scoren. Ja. Welkom bij het keuzevak keuken. Jullie hebben allemaal een recept meegestuurd gekregen van Goudse Moppen. Dit zijn de ingrediënten. Je hebt margarine nodig, je hebt bastsuiker nodig, je hebt zelfrijzend bakmeel nodig, bloem, vanillesuiker, citroenrasp en een klein beetje zout. Dat doe je allemaal in een grote kom en dan ga je dat mengen. Als je een machine hebt, dan doe je dat met een machine, maar het kan ook gewoon lekker met de hand. Als je dan alles goed gekneed hebt en het blijft dikker aan elkaar zitten, dan verdeel je je deeg in 3 stukken. Van die 3 stukken... rol je een mooi pilletje en dan rol je dat door de suiker heen. Dan snij je daar mooie koekjes van. En die zet je netjes op een bakplaat. En let op, ze moeten zo op de bakplaat. Dus de suiker is aan de zijkant, niet aan onderaan aan de bovenkant. Zet ze een beetje dat ze ruimte hebben, want ze worden ongeveer 2 keer zo groot als ze in de oven zitten. Nou, als je ze dan op de bakplaat hebt gezet, dan zet je ze in de oven.
De oven is 180 graden en zitten ze ongeveer 15 tot 20 minuten in. Na 20 minuutjes dan haal je ze eruit als ze mooi goudbruin zijn. Zorg wel dat je handschoenen pakt. Kijk, en dan zijn het mooie goudgele goudse moppen. Ik pak er wel eentje hoor. Ja, dat mag. Smakelijk. Dankjewel. Ik neem er ook lekker een mee voor onderweg. We gaan even verder kijken in de keuken. Oh, sorry. Julia heeft de mond vol, dus die vergeet gewoon helemaal wat ze moet doen. Jullie zijn hier dus koekjes aan het bakken? Nice. En bij welke stap zijn jullie nu dan ongeveer? Bij het deeg kneden? Oké. Top. Het ruikt hier echt heerlijk. Het is jammer dat jullie dat niet kunnen zien. Wij zijn wel benieuwd of jullie koekjes thuis ook gelukt zijn. Dat mag je even laten weten eventueel. En wij gaan nu schakelen naar het OLC, naar Arjen en Nout. Ja, fijn dat lekker om te zien, moet ik eerlijk zeggen. Want ik heb het wel weer een beetje trek gekregen. We hebben wel lekker gegeten hier, moet ik eerlijk zeggen. Maar die koekjes die zagen er goed uit. Koekjes bakken. Lekker. We gaan even terug nog naar een aantal vragen die gesteld zijn. Of in ieder geval één vraag en die gaat over loting. Of wij ook loten. Nou, wij loten niet. Iedereen die zich aanmeldt bij ons op school, die krijgt in principe gewoon een plekje. In ieder geval bij de eerste ronde, zoals dat zo mooi heet. Wees welkom. En dat is sowieso heel belangrijk. Je bent hier echt heel erg welkom. Maar het is heel belangrijk om te kiezen met je hart. Nu is het ook nog zo dat er een aantal dingen niet door zijn gegaan, zoals deze open dag. Wat wel doorgegaan is in het najaar, was die open lesmiddag. En ik wil even zeggen dat de leerlingen, als je het gemist hebt, om wat voor reden dan ook, kom nog langs. 9 februari is er nog eentje en vrijdag starten daarvoor de inschrijvingen. Dus aanstaande vrijdag starten de inschrijvingen voor de open lesmiddag van 9 februari. Hou ook daarvoor de website in de gaten, daar staat sowieso superveel informatie. Volgende week, meneer Immerzeel noemde dat al, zijn er meets voor de ouders over verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld over de zorg en over hoe we dan de dingen doen, hoe zaken geregeld zijn bij ons. Ik weet niet of er nog vragen zijn, ik kijk eventjes naar de regie, de moderator die beantwoord zouden moeten worden. Ik wacht heel eventjes en we wachten ook op de razende reports. Ik begrijp dat er eigenlijk geen vragen meer zijn. Nou, dat is heel erg mooi. De chat loopt nog even, dus jullie kunnen als jullie nog vragen hebben, de vragen gewoon stellen. Ja, ik hoop dat jullie een leuke of een goede indruk hebben gehad van de school. Nou, hoe vond jij het om dit te doen? Ja, ik vond het heel leuk. Ook wel een beetje spannend natuurlijk, maar heel gezellig en een heleboel. Ja, ik vond het ook wel heel gek en heel leuk. Ik zie dat mevrouw Elias ook nog wat wil vertellen en zij staat op dit moment in de kantine. Hallo allemaal. Het lijkt misschien alsof we aan het afsluiten zijn, maar we zijn nog een paar dingetjes vergeten, dus die gaan we lekker nu nog doen. We lopen nu eventjes door de kantine, want wij willen natuurlijk heel graag nog alle keuzevakken laten zien. We hebben echt ontzettend leuke keuzevakken, daar gaan we gaan we weer naar de makerspace. Dit is onze kantine. Daarbij vind ik het wel leuk om nog even te vertellen dat wij een gezonde school zijn. We hebben een officieel vignet. Dat betekent dat je hier hele gezonde dingen kan halen. Dat betekent ook dat je niet alleen maar paprika's en komkommer kan halen, want Julia, wat haal jij hier zoal? Nou, ik haal meestal hier gewoon een panini of gewoon lekker broodjes en zo. En we hebben hier ook een automaat en daar haal ik ook gewoon dingen uit. Klinkt goed. We gaan makerspace in. Dan gaan we bij de keuzevakken kijken. Onder andere mode en design, 2- en 3D-printer, vormgeving. Nou, ga zo maar door. Wij doen even een rondje en ik hoop dat jullie met ons meelopen. Ik zie het hier. Nou, wat zijn jullie hier aan het doen? Leren, dat is met een groot stuk stof een kledingstuk maken zonder dat je erin mag knippen. Oké, dat is wel cool, denk ik. Superleuk, mode. Ja. Hou ik ook van. En ik zie hier een naaimachine. Leuk. Ja, ik ben een zigzag ding aan het maken. En het is vooral heel veel oefenen, want je gaat dan ook over bijvoorbeeld de randjes heen. En ja, dan blijft hij niet hangen, dus dan heb je kans dat het gewoon helemaal fout gaat. Dus oefenen is heel belangrijk. Dus met heel veel dingen, hè? Oefening baart kunst. Gaan we nog eventjes verder naar fotografie. Dat is hier zo. Wie, ga jij vertellen wat je aan het doen bent? Vind ik wel leuk. Nou, ik ben stil leven aan het fotograferen met behulp van licht dat we in de les hebben geleerd. Misschien gaat ze dat nog doen. Oké, nou ziet er mooi uit als je het mij vraagt.
Gaan we naar de laatste stop, de 2- en de 3D-printer. Erg interessant en superleuk om te zien. Dus kom eventjes mee nog, gauw. Oh, heel enthousiaste dame staat hier. Kijk, daar houden we van. Vertel, wat ben je aan het doen? Ik zie het favoriete poppetje van mijn zoontje. Ja, we zijn een poppetje van Mario hier aan het printen. En dan heb je eigenlijk gewoon een programma. Dan kan je alles ontwerpen wat je wil met allemaal van die vormpjes. En dan doe je er een stickje in en dan gaat hij het printen. Dus het is eigenlijk best wel makkelijk. Nou, het ziet er niet heel makkelijk uit. Ik hou me aanbevolen voor het poppetje voor mijn zoontje. Ja. We zijn net het filmpje van fiets- en scootertechniek vergeten. Ik weet niet of die nu nog ingezet kan worden. Ja, ja. Helemaal goed. Dan schakelen we nog even door naar een van de laatste keuzevakken. Fiets- en scootertechniek, dat is een vak wat wordt gegeven in het Technohub. Dus ik zou zeggen, kijk nog even naar het filmpje. Oh ja. Nou, we zijn er weer, maar we worden ook wat afgeleid. Want kijk, meneer Amgar is zo vriendelijk geweest om 3 koekjes te regelen. Jullie hebben nog. Nou, dan zijn deze voor ons, Nout. Lekker. Om nou met volle mond af te sluiten lijkt me niet handig. Jij wilde nog wat zeggen, Margriet? Ja, ik wilde gewoon zeggen dat ik heel erg hoop dat jullie hebben kunnen zien hoe trots wij zijn op Stijn. En dat jullie onze leerlingen en collega's en hoe leuk ze het allemaal hebben gedaan. Ik krijg even een andere microfoon, ook goed. Wij zijn heel trots. We hopen jullie hier ook terug te zien. Ik heb net gehoord dat u al heeft verteld van de open avond. Ja, en de meets zijn dus volgende week. Misschien goed om nog één keer te noemen. De meets zijn volgende week voor de ouders. De open lesmiddag voor de leerlingen die het gemist hebben. Die zijn op 9 februari. Vrijdag start de inschrijving. Vragen, als je ze hebt, je kunt ze ook sturen. Kijk op de website voor het adres of gebruik post@minkema.nl. Ja, en het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je kiest met je hart. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Jullie heel erg bedankt. Jij heel erg bedankt. En tot ziens. Bedankt voor het kijken. Fijne avond. Doei. Dag.